Ja, dat is offshore. Dat is rood en wit en blauw, dat is offshore. Ik weet niet of jullie hem zien. Ik zie hem in ieder geval niet. Wel met mijn blote oog, maar niet door de camera. Helaas kan ik dat niet zien. En we zullen weer grabbelen. Dat is leuk, grabbelen. Oh, lekker. Dit is voor op een barbecue. Ja, lieve vrienden, een hele goede middag. Het is alweer woensdag 8 april. Ja. En we leven om 19 minuten over 1. Ik ben er al enige tijd eruit hoor, want Rebecca is al lang alweer geweest. En ik heb voor die tijd haar Rijk al uitgelaten. En dat ze er al was, toen heb ik pas vergeten. Maar dat hindert niet in welke volgorde je dat doet. En Rijka moest er nodig uit, want die was vanochtend vroeg niet geweest. Omdat ik beneden kwam, had alles nog dicht. En normaal had ik alles al open om die tijd. Ja, maar ze was niet geweest en ze was zo stil. Ik dacht, waar is ze? Want ik zag haar ook niet een heuveltje onder mijn dekbed leggen. En ik heb wel een lange kussen, dat is een voedingskussen. Die leg ik tussen mijn knieën in. Doe mijn knieën niet zozeer. Hij was eerst voor mijn man, vanwege zijn spierziekte. Nou is dat ding voor mij. Maar ik zag haar niet liggen en ik haal het dekbed zo omhoog. Leg ze met een kopje eroverheen en de lichaam legt in de lengte richting met die kussen mee. Ja, dan zie je dat niet, hè. Maar zo lief, zo aandoenlijk. Ze lag zo lekker te slapen. Nou, heerlijk. Maar oké, ik ben ook al aan het renderen nou. Ik heb even een vlog in elkaar gezet en daar ga ik even wat kleine probleempjes mee. Dat wou even iets niet en dan slaat dat ding gelijk op slot of zoiets, weet ik wel. Maar dan doet hij helemaal niks meer, dan kan je je computer opnieuw opstarten. Nou, dan moest ik even tot, even zien, 3 keer doen. Ja, lekker hè. Maar ik had alles opgeslagen, dus ik hoef er niet die hele film opnieuw erin te zetten. Nee, dat was allemaal al opgeslagen. Maar ja, hij doet het nou, hij is nou aan het renderen, laat maar zeggen. Alles aan elkaar plakken. En als dat gedaan is, dan kan hij naar YouTube toe. En ik ga zo meteen nog even weer een lekker wandelingetje maken met Rijka. En ik moet weer tussen 5 en 6 bij de VOMAR, maar hier in de stad wezen. Ik heb 2 tassen. Weer een tekort to go, weer van de vuilnisbak gered. Dus ja, vanavond weer even een feestje, dan kunnen we zien wat daar weer in zit, hè. Ja, mijn armband zit niet goed. Zo. Nou, en de dame die is lekker waard, ja, ook dat nog. Die, daar is het snoer, dat hangt ook niet goed. Maar ja, ze legt nou hier onder de stoel, want het is buiten natuurlijk warm. Hier in de tuin, maar het maakt niet uit. Ik ga zo meteen toch lekker eventjes lopen. Ik neem de camera mee. Ik denk misschien weer even naar de dijk en dan... we zullen beleven. Ja, eventjes naar de dijk en misschien weer het centrum door. Gewoon wel dezelfde route, maar... eventjes, ja. Even frisse neus. Ja, weet je wel. Dus even lekker. Neem ik deze camera mee en niet de GoPro. Nee, ik heb er geen zin in. En ik weet niet eens of het er nog op staat of dat ik hem nog leeg moet halen. Dat weet ik niet eens, maar dat doet er niet toe. Dat zie ik vandaag wel weer. Maar in ieder geval, we gaan er gewoon even gezellig van tussen. En hoe ik loop, loop ik. Ja, toch? Ja. Ze zeggen geniet ze en tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, we zijn weer op de dijk aanbeland. Ja, ja. Er is weer een hoop scheepvaart. Ook daarin. Maar hij is wat wazig. Ik heb ook wel zwaar ingezoomd, maar hij moet toch ook helder kunnen zijn.
En het is prachtig mooi. Ik zie ook het kerkje weer recht voor mijn neus. Maar ja, dan moet ik inzoomen om hem jullie weer te laten zien, maar jullie weten ongeveer nu waar. En als je de film stopt, kun je ook inzoomen, denk ik. En daar komt een boot binnen. Daar komt nog een boot aan. Ja, het is weer geweldig genieten hier. Het is ook laag water, dus je kan al die krukken zoeken. Ja, ja. Helaas kan ik dat niet meer doen. Ik waag me daar niet meer aan. Dus als er eentje zich geroepen voelt om al die krukken voor mij te zoeken, graag. Want ze zijn lekker. En daar liggen oranje bootjes. Wat het voor bootjes zijn, ik weet het niet. Ik kan die oranje bootjes niet. En ze lijken stil te liggen. Ik probeer weer even in te zoomen. Ik weet niet of jullie ze zien. Ik zie ze niet. Door het scherm heen. Maar er liggen er 3 stuks. En dan gaat een heli. En die gaat nog een laag nu. Ik weet niet of die al in beeld is. Want ik zie hem niet. Nou ja, het is geen offshore zo te zien. Dat lijkt mij een beetje te grijs. Ja, vlieg nou boven Texel. Dan hangt hij stil. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien allemaal. Ik hoop het natuurlijk voor wel. En dan komt hij deze kant weer op. Een stukje. Het is druk met de fiets in de ene. Ik probeer nog even in te zoomen hoor. Ik weet niet wat die aan het doen is allemaal. En die oranje gevaarders blijven gewoon stil liggen. Nou, gaat nou een andere kant op. Hey, die oranje dingen die liggen nog steeds stil, die varen niet. Dus waarom die daar liggen, Joost mag het weten. En daar vaart er ook nog eentje, komt deze kant op. Zo, wat een zwaar geluid. Kun je nagaan en dat vliegt er boven Texel en dat je dan hier hoort, hè? Maar oké, lieve vrienden, we gaan weer langzamerhand verder, dus ik ruim jullie weer op, ja. Ik hoor nog een heli, geloof ik.
Het is druk doende hier. Echt wel. Ja, dat is offshore. Dat is rood en wit en blauw. Dat is offshore. Ik weet niet of jullie hem zien. Ik zie hem in ieder geval niet. Wel met mijn blote oog, maar niet door de camera. Helaas kan ik dat niet zien. Ja, nou wel. Gesnapt. Gesnipt en gesnapt en gesnopen. Waar ben jij, dame? Kom eens hier, Rijka. Nou ben ik die andere hele weer kwijt. Oh, die gaat daar, maar die is zo vaag van kleur nu in die lucht. Anders. Nou, dan gaan we weer die kant op, maar niet over de dijk. Nee, want dat is de dijk. Ik ga er achterlangs. Ja. Naar richting centrum. Dus ik zeg tot straks maar weer. Ja, lieve vriend, ik ben alweer geruime tijd thuis. Ik was bezig een plaatje te maken, maar het wil eventjes niet. Qua beschrijving wat ik moet doen, want ik ben even proberen via een les daar wel een eigen draai aan te geven, maar via een les dus een plaatje te maken. Maar wat hij moet doen, dat doet hij niet. Dus ja, daar baal je dan weer van, maar ik moet zo meteen, ik moet toch ook op de tijd letten. Want ik moet zo meteen wel weer naar de winkel mijn to-go tas halen. Ja, dan kan ik een tas meenemen. Dan ken ik het niet kwijt. Nee. Maar oké, ik zou zeggen, jullie hebben hopelijk wel kunnen genieten even op de dijk. Verder heb ik niet gefilmd, onderweg ook niet, maar ik kwam wel weer eentje tegen. Ja, het vriendinnetje van Rijka, Bibi, en daar hing natuurlijk weer iemand achteraan. Nou, even samen opgelopen, wel met gepaste afstand. En hij kwam nog meer bekenden tegen die ik niet kon. En allemaal op gepaste afstand, echt, ze doen het allemaal goed, vind ik fijn. Ja, op een paar enkele na, die interesseren het niet, nee. Zal mij je zorgen weten, als ik ziek word ik me ziek. Nou, maar zo ben ik niet, nee. Uitkijken, simpel. Maar in ieder geval, ja. Verder, iedereen doet het bijna goed. Ja, en daar ben ik trots op ons Nederland. Ja, we doen het goed. Op een paar enkelen na, nou ja, die enkelen die moeten maar mooi doorgaan. Totdat ze ook eens een boete krijgen en dat is niet zo zuinig, nee. En ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie prachtige, mooie, zonnige dag. Het is heerlijk. Geniet ervan zolang het kan. Want straks krijgen we weer regen. Wanneer, weet ik niet. Ik geloof dat het weer wat minder zou worden, maar ik weet niet hoe en wat. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, gewoon lekker je gangetje gaan en hou afstand van elkaar. Ja, en handen wassen, hè? Handen wassen. Ja, doen wij ook. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet ze en tot later. En tot straks maar, hè, met de to-go-to-go-tas. Ja, we zullen beleven wat erin zit. Ik zou zeggen, tot straks. Doei! Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer. Ik ben bij de FOMA geweest. Ik heb de to-go-to-go-tassen gehaald. En de twee tassen hebben ze in de andere tas voor mij gedaan. En Ewen die zeurt de hele middag al vanaf dat ik thuis ben. Zeurt ze me de kop gek. Ze heeft al eten gehad. En maar zeuren. Hé? Ja. Maar ik ga even één tas eruit halen. Het zijn er twee. En dan zet ik die even op de grond. En dan gaan we met deze tas beginnen natuurlijk, hè. Ho. Ik moet even omdraaien, want dan valt die om. En dan zullen we weer graaien, gegrabbelen. Dus leuk, grabbelen. Oh, lekker. Dit is voor op een barbecue of zo. Maar je kan het ook zo bakken hoor. Ik moet eerst zien wat het is. Runder biefstuk saté. Braai?
Wat hoor je nou? Ik hoor dingen. Nee, ik weet niet. Die prijs, ik schrik ervan. €3,49. Ik betaal €3,99 voor de tas. Inhoud. Haal je er eentje eruit, is op €3,49. En wie is daaraan bezig? Mag jij dat doen? Ja, weer hè jij. Je steelt wat af, hè? Vind jou niet lief? Move. Klaar nou. We gaan niet stelen. Nee. Dat was nummertje 1. Dan pak ik nummertje 2, een bakje. Het is een salade en ik vermoed een bietensalade. Ja, staat erop, bietensalade. €2,39. Ben ik er al overheen, over die €3,99. Dat is lekker, bietensalade. Wauw! Deze is nog duurder. Pepersteak. 2 stuks. €4,05. Oh, erg. Waarom zit dit zo raar verpakt? Helemaal dicht. Krijg je dat ooit open? Nee, werkt wel wel. Nog een pak. O jee. Haché koelasvlees. €6,40. Die doet je wat. Toen was deze leeg. Zaten dus maar 4 dingetjes in. Maar moet je naar die prijzen kijken. Ja, ik zal het voor mezelf nooit kopen. Dit al niet eens. Normaal, hier al. 3 voor €7,99. Ja, als je 3 van deze pakt. Nou. Deze was nu €3,49. In 2 stokjes. Maar jeetje, ik zal het voor mezelf nooit kopen. En die dit ook niet. Jeetje, wat is dat duur niet, mensen? Gosje dikke. Echt duur, hoor. Nou, dan leggen we die even daar neer. En dan pakken we de volgende tas. Eeuwinnetje. €3,46. Hé, 1 biefstuk. Voor €3,36. 1 biefstuk. Jongen, nog een toneel. Ah, vreselijk. Gehakt. Half om half gehakt. 300 gram. €2,19. Biologische hamburgers. Bio. Rund. €3,29. Ik vind het vreselijk, hoor. Hey, heb ik er nou 2. Wow. Zelfde prijs of niet? Even koeken loeren. 4,15. Dan is die lichter en deze zwaarder. Weer hetzelfde vlees. Ik vind de ene niet zwaarder dan de ander. Dus een stoelpoot. Radijs rauwkost. Is ook gewoon lekker. Maar dit kun je ook, dacht ik, warm maken, hoor. Dat krijg ik anders niet weg. Gewoon roerbakken. Nou, ik wil allemaal niet. Ik zit vast. Ik pak er gelijk 2 eruit. Ik ga er niks aan doen. Oh, weer zo'n apparaat. Ik heb nou 4. €3,49. Ja, dezelfde prijs als deze.
Nou. Lekker duur, hè? En nog een zakje radijsrauwkool. Ja, en daar staat helaas... Oh jawel, wacht even. Daar staat wel een prijs op. 1,49. Toppie, hè? Nou. Hup. 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 Nou, en het torentje. Lekker. Nou ja, dat... Ja, heerlijk, mensen. Ja, en dat bak ik gewoon in een koekenpan, hoor. Daar heb ik geen dingen voor nodig in barbecue of wat dan ook. Nee, ik niet. Ik heb geen eens geen barbecue. Nee, ik kan daar niet tegen. Misschien dat ik wel een elektrische kan hebben. Wat zijn jullie nou ver weg? Misschien dat ik wel een elektrische kan hebben. Dat weet ik ook niet. Maar, Ik kan niet tegen die geur meer als je een echte barbecue hebt met kooltjes nog. Die geur kan ik niet meer tegen. Dan slaat het mij op mijn longen. Nou, dan kan je het beter niet hebben. Nee. Dat gaat het er niet worden. Nou, ik ben blij. Ja, ik ben zeer tevreden. Vooral met dat hele dure, ja, dat koop je zelf niet. Daar reken ik de portemonnee niet voor. Nee. Als jullie dat wel hebben, nou ja, ik gun het jullie, maar ik gun het mezelf ook wel, maar ik heb het geld er niet voor. Nee. Dus dan doen we het zo. Zo. Voilà. Nou, ik ben blij dat ik ga lekker opruimen en we zien het wel. Nou, we hebben de weekend Pasen, dus ja. Ik ga mezelf verwennen met het lekkere eten. Ja! Hé, poezebeetje. Mijn poezebeetje. Zeg eens dag allemaal. Doei, doei. Doei, doei allemaal. Kijk, dat staat rijker. Maar ja, in ieder geval, alsof ik al niet genoeg pleisters om me heen heb, kreeg ik weer een nagel van Ewin. Maar ja, pech, dat doe ik zelf. Ja toch? Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet lekker verder met alles wat jullie doen. En ik, misschien dat ik vanavond nog terugkom, is zo niet, hebben jullie pech. En dan ben ik het vergeten of zo, ik weet het niet. Ik vergeet wel zaken. Om s'avonds eigenlijk terug te komen, dan ben ik zo lekker bezig met andere dingen en schiet het erbij in bij mij. Dus, kom ik niet terug, dan is het tot morgen en anders is het tot vanavond. Toedeliedokies.